denk het is een fantastische tekst. Ik denk, toen ik de eerste keer gelezen heb, dat ik wilde het doen. En ik heb het allemaal verteld, dus de eerste keer in een baie lang tijd dat ik een tekst lees met wettelijk substantie. Dag Thor, is een vorige dag, is een lekker dag. Ja, zo is het. Ik moest nou een nieuwe leven leven. Ik heb een lang pad in. Het is altijd absoluut wonderlijk om samen te werken. Nee. Het is een heerlijke kaas. Het is echt een verschrikkelijke lekker kaas. Ik werk bij lekker samen met Gerrit. Ik ken hem al van baie lang geleden. Ik wil eerst één vrouw vertoning gedoen het, toen hy, was hy my regisseur geweest. Dit is my wonderlike ondervinding, want Alexa het regtig 'n reis wat sy aflê. Jy weet, dis 'n kundige en 'n emosionele reis wat sy aflê. So dit is wonderlike karakter om mense tande in te sing. Maar in ons vrees vir verwerping, kyk ons die grootste ironie van almal mis. Ons skep ons eie skade weer. Dit is nie jou gewone rol vir 'n vrou wat jy so dikwels in die movies kry, wat een beetje indimensioneel is of zo, sy is regtig, ja, sy is lekker. Ik denk die grootste uitdaging voor mij altijd op film zit is om je concentratie en je focus te bouwen. Om te weten precies waar jij is in die story. Hoe voel jij nou? Hoe reageer je nou? Maar dat beïnvloedt absoluut alles wat je doet.